Kiekeboe! Ja, ik moet een keer met een ander woord beginnen. Het is steeds hetzelfde woord, het schiet niet op. Nou, we gaan eens even kijken. Carburateurtje installeren. Gaan we eens even kijken. Choke klemmetje los. Die gaskabel. Gaskabels moeten vrij uitlopen. Eens even kijken of dat allemaal... Oh ja, dat is soepel bewegen. Wat ik doe is de trekkende kabel, daar begin ik mee. De trekkende kabel, die monteer ik als eerste. En dat is vaak, zeker bij de moertjes los, dat moet helemaal niet. Zo, die gewoon lossen, los, klaar. Bij de 500 modellen is dat best wel een lastig klusje, want je moet hem er even tussendoor pielen en dan haak je hem erop. Doe je nog niks, hè? Je haakt hem erop. Dan komt de andere kabel en die zet je vast. Dus je hebt ze er nu op zitten en die zet je vast. Er zit namelijk een stappenplan in, hoe je die, hij wil niet echt lekker meewerken. Ik heb vandaag al genoeg gesleuteld, want ik heb de katalysator van de Ford vervangen. Ik heb daarmee gereden, nou, wat de pk's komen er weer vrij. Zo, nu komt het, die gaskabel. Die kun je nou gewoon iets strakker trekken, aandraaien en dan het moertje vastzetten. En ik heb gewoon geen slagruimte hier, dus het is sleuteltje draaien, links rechts omsteken, dat soort dingen. Nou komt het. Die carburateurs die liggen een beetje hier zo los te bengelen. Ze doen niet zoveel. Maar dit is wel de plek dat ze zitten. En nou wil ik hebben dat hij automatisch terug gaat het gas geven. Dat doet hij dus niet. Dat betekent dat ik te weinig speling heb. Je moet het zien als zijn gaskabels dat het een lus is. En in die lus neem je je gashendel mee. En je gashendel neemt weer dit mechanisme mee. Als die lus te strak wordt gespannen aan beide zijden, dan wordt er dus geforceerd aan de draaipunten getrokken. En dat is wat we willen voorkomen. Dan moet gewoon soepel. Nou heeft Jan er ook een klem bovenop zitten. En er is speling. Hij gaat ook gewoon terug. Dus bij deze motorfiets gaat het gas niet heel snel terug. Dat komt omdat er een cruise control gashendel op zit. Daar ben ik zelf geen voorstander van. Maar ja, het is niet mijn motorfiets, hè. Dus ik ga daar niet over. Zo. Nieuwe showkabel erop. Die oude die was bijna kapot. Nieuw schroefje erin. Oh, zo mooi. Oh, zo mooi. En nou zou die dus op zijn plek moeten kunnen. Zo. Showkabel bovenlangs. Nou, bijna klaar. Aanzuigbuisje. Zetten we even een nieuw o-ringetje in. Die had ik al klaargemaakt. Maar, ik krijg die oude er niet uit. Zo. Nieuwe o-ring erin. O-ring even op zijn plek drukken. Zo. En nou het geheim van de smid. Siliconenspray. En dan waarschijnlijk deze wil nog wel. Ja. Jammer.
De klem zit bij deze neus. Zo. I'm the winner. Denk ik, hoop ik. Ja. De boutjes moeten er wel zijn, want anders werkt het niet. En nou niet helemaal gelijk aandraaien als een idioot. Hij moet aanzitten, die klem, dat rubber moet aanzitten tegen de carburateur. We gaan naar jullie kant toe, kom die kant op, ja? Dit is de oude ring. Kijken of de carburateur op zijn plek zit. Maar toch terug, maar ik vind hem niet zo lekker terug gaan. Hij hoort hier bovenin, hoor ik hem ook. Al wat beter. Er komt ook een hoop vuil uitzetten, dus dat valt me ook op. Nou, gaan we deze kant monteren. Siliconen spray is hier wel mijn vriendje. Ik heb een nieuwe O-ring. De oude O-ring steken we er even uit. De nieuwe drukken we erin. Kost wat moeite. Nou, gaan we eens even kijken of dat lukt. Je kunt het er eigenlijk indraaien door te beginnen. Zo, ik wil niet veel meer uitleg geven dan dit. Zo moet het, zo kan het en het is zo gepiept. En dan zijn dit nog oude rubbers, want als je nieuwe rubbers pakt gaat het nog makkelijker. Dit rubber moet aansluiten tegen de montagebeugel van de carburateur. Nou. Dit is een AliExpress sleuteltje. Die rateltjes die zijn heel sterk. Daar sta ik voor te kijken, maar dat steeksleuteltje gedeelte, ja, je kunt hem er goed mee vastzetten, vast genoeg, maar het is toch wat te slap. Als ik die G-door sleutel pak, daar krijg ik het wel mee los. Even aan de andere kant. Ja, het ruimt eindelijk weer op hier in de schuur. Hehe, teringzooi. Ik heb ook een 650 blok mogen verkopen. Daar was ik wel even blij mee. Zo. Nou ja. Ik heb de deurtjes schoongemaakt. Grotere sproeiers erin. Klaargemaakt voor Russische brandstoffen. He? Die meuk. Maar ja, daar rij je die Silverwings wel het best op hoor. Die Russische meuk. Kijken of die choker doet. Ah. Vederlicht. Check. Vast. Vast. Dit rubber moet aansluiten tegen de beugel. Het is allemaal vast. Allemaal mooi, man. We zijn er nog niet. Ik heb nog een hoop werk. Dat beugel zit net verkeerd. Nou komt hij. Ja, sorry voor mijn arm, maar ik ben ook maar aan het werk. Dan kijk je maar de andere kant op.
En dan moet er nog een slangetje voor de benzinetank. Moeten we ook nog nalopen. Even kijken. Ja, dit is lekker. Nou, zoals je kan zien mist de bobine hier volledig. Ga ik in het volgende filmpje naar kijken. Kijken jullie mee? Tot zo! Goh, er zit er nog geen remleiding op. Moet er ook nog op. Oh, ik heb een hele mooie set hier liggen.